Deze highlights worden u aangeboden door Nissan. En PlayStation. UEFA Champions League sponsors. Doeken dus op de rechterkant. Heeft ook al een aantal wedstrijden op de linksbuiten gespeeld. Onder andere tegen Sevilla. Toen zijn ze met het kleinste verschil gaan verliezen. Maar ze lagen wel een hele wedstrijd onder zware druk. Odoi met de eerste mogelijkheid. En Werner, wat laat hij liggen. Hij was goed op dreef, Timo Werner, maar deze jaagt hij hoog de lege tribunes in. Kijk eens, helemaal vrijgelaten. Die moet hij altijd maken. Doku. Ja, meer bezig met zijn man af te houden dan naar die bal te kijken. En dan is hij die toch kwijt. Aan Mason Mount, daar ligt nu ruimte voor Odoi. Meenemen 1-op-1 tegen Gomis en de goal. Zo snel kan het gaan. De tegenaanval van Chelsea na balverlies van Jeremy Doku. En dan staat het 0-1 na dik 20 minuten. In een wedstrijd die voorlopig vastzat. Een schaakspel werd, maar hier begint het. Balverlies van Doku die een beetje te veel... Zijn pijlen richt op het afhouden van de man. En dan Mason Mount met een prima pass. Mount is aan het sprinten. Kovacic heeft dat gezien, maar bereikt Werner iets verder. Timo Werner meegeven met Chilwell. Dat is een goede bal. En een tweede keer in de goal. Nee, dat is prima gedaan door Gomis. Mason Mount met de mogelijkheid om er 0-2 van te maken. Dus toch al twee grote kansen niet afgewerkt van Chelsea. Eerst Werner die overtrapt en deze Mason Mount die niet kan besluiten voor een quasi leeg doel. Maar Gomis heeft lange grijparmen. Nzonzi. Flank gezocht bij Traoré, dat is goed. Maar Traoré die komt dan altijd weer op zijn stappen terug. Doku tegenover twee man. Doku. Ja, dat is een goede voorzet. En dat is de goal. Nee, dat is niet de goal. Dat had wel gekund. Heel goede actie van Doku nu aan de rechterkant. Maar wordt gemist. Eerst door Bourigo en dan eigenlijk nog veel erger door Léa Seliki. Truffert. Blaken toch niet echt van vertrouwen. Dat lijkt me ook logisch. Weggezakt tot een zevende positie. Ja, daar was ruimte bij Traoré die een loopactie deed. Maar Guirassy eens te meer gericht op de bal. Chilwell. Oh, dat is al de tweede keer dat Chilwell die bal gewoon weggeeft. En Guirassy heeft nu de mogelijkheid om er iets mee te doen. Maar kijk eens, wat een kans die hij verkwanselt. En het is nu toch al de tweede keer dat Chilwell daar zo gruwelijk in de fout gaat. Doku in de achtervolging. Ook dat is geen overtreding. Ja, het begint wat harder te worden met Doku. Daar is een mogelijkheid. Meegeven met Del Castillo. Guirassy blijft in balbezit. En dan ja, uitgehaald met zijn rechter. Toch enigszins verrassend. Druk van Ren en een kans voor Ren met Doku erbij. Bourigo. En de goal. Nee, 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 nee. Het is Mendy die de bal klemt. En heel wat gedoe. Het was Gersinho die mee in de aanval ging en mee kopte. Maar Mendy met alweer een goede redding. Guirassy. Bourigo met de zoveelste corner. En Guirassy kopt hem binnen. Ja, kijk eens aan. Dat punt komt er dan toch in de slotfase van de wedstrijd. Of is die goal afgekeurd? Nee, daar is geen sprake van. Ja, de voorzitter van Rennes kan de vuisten ballen.
Oh, weggever van Grenier in de voeten van Ziyech. Ziyech meegeven met Werner, die moet hem nu maken. Nee, Gomis ertussen. En Giroud, die kan dan toch scoren. Hoe is het nu mogelijk, zeg? Ren had het punt binnen handbereik. En ja, natuurlijk is hij boos. Hoe is dat mogelijk? In de slotfase geeft Ren het dan toch nog uit handen. Deze highlights werden u aangeboden door Nissan. En PlayStation. UEFA Champions League sponsors.